filmpje gaat over celstofwisseling. En dat is de eerste uit de serie celstofwisseling. Gaat dus biologie op het laagste niveau. We gaan kijken naar moleculen. Het gaat over organische stoffen. En wat heel belangrijk is om in het achterhoofd te houden, dat water, H2O, is een polaire stof. Je ziet hier de twee waterstofatomen en het zuurstofatoom. En die trekken op zodanige wijze aan dat elektron dat dit positief geladen is en dit een beetje negatief geladen. Ik heb er een deel van een celmembraan getekend en in dit stukje celmembraan zie je de verschillende soorten organische stoffen voorkomen. En ik zal ze even één voor één met je bespreken. Hier dus de fosfolipiden, ja, de polaire kop, de apolaire staarten. En dan hebben we direct de eerste te pakken van onze organische stoffen. En dat is de lipide. Ik laat dat fosfordeel, dat laat ik even achterwege. Lipiden, ja, die bestaan niet deze, ja, maar die bestaan uit vetzuren en een glycerolmolecuul. En dat kan 1, 2 of 3 vetzuren aan een glycerolmolecuul komen. En die binden met behulp van een esterbinding. En een vet is daarbij apolair. Dus dat mengt niet met het polaire water. En dat klinkt je vast bekend in de oren als je wel sladressing hebt gemaakt of zo. Tweede wat we hier zien. Ja, Binastabellen staan hiervoor trouwens. Hè. Een glycoproteïne. Je ziet hier een deel van een proteïne. Je ziet hier een kanaal voor water door die membraan heen. En op dit eiwit zitten wat koolhydraatachtige structuur en daarmee wou ik dat glycoproteïne, dat glyco, die koolhydraat even naar voren houden. Koolhydraten kunnen ook weer mono, di, tri of poly zijn. Saccharide, monosaccharide, polysaccharide. De meeste scheikundigen kunnen maar tot 3 tellen, ja, dus het is 1, 2, 3 en veel. Vaak een ringstructuur en die ringstructuur, zoals glucose, die ringstructuur die kan je aan elkaar koppelen en dan krijg je polysaccharide. Let je erop dat er een O in die ring zit. We maken dus geen benzeen. Ja? Levensgevaarlijk benzeen. Dan proteïne, eiwitten. De meest essentiële organische stof. Ja, erg belangrijk eiwitten. En een stuk complexer. Want voornamelijk de synthese van deze eiwitten. Daar gaan we later verder op in. Eiwitten bestaan uit aminozuren. Amino, het zegt het al, de naam is een N met een aantal haartjes als groep zuur. Er moet dus een zuurgroep aan zitten en een aminozuur is dit. En je ziet er een N met 2 H's. Die is gebonden aan een koolstofatoom, het centrale koolstofatoom. Daarna komt het koolstofatoom wat de carboxylgroep is, de zuurgroep. Je ziet hier een R staan, dan denk je misschien van, hey, hoe kan het nou? Er zit helemaal geen R in het periodiek systeem. En dat klopt, die R is de restgroep, dat is het enige waarin die aminozuren in verschillen. Dus het simpelste aminozuur, dan is die R, is een H-atoom. Er zijn 20 verschillende aminozuren bekend en daar verschilt dus die R in 20 verschillende situaties. Je kan ze opzoeken in BINOS C67C1. Die aminozuren die zijn dus aan elkaar gekoppeld om een eiwit te vormen. Ook weer met een esterverbinding. En als je die aan elkaar koppelt, dat kan je door middel van een water als splitser, ja, hier een OH split zich af, dat voegt zich samen met een H-atoom van de volgende aminozuur, krijg je water als splitsing. En je ziet dus in een proteïne, de primaire structuur van een proteïne is NCC, NCC, NCC. En dus tussen deze C en deze N, dat is die zogenaamde esterverbinding weer. En op het moment dat wij een eiwit gaan verteren, dan kan dus alleen maar deze esterverbinding doorgebroken worden. We kunnen niet op willekeurige bindingen dat eiwit uit elkaar gaan slopen. Nee, het is alleen die esterverbinding die wij door midden kunnen knippen, die we uit elkaar kunnen halen door middel van vertering. En dan krijg je dus losse aminozuren. Nee, dus je houdt altijd aminozuren over bij vertering. Dan de laatste groep die ik even aan wil stippen, dat zijn de nucleïnezuren, ja, de kernzuren, DNA, RNA, dat soort stoffen. Daar ga ik in het volgende filmpje iets meer over vertellen. Dat is iets complexer. Goed, tot zover de organische stoffen en doe je best.